De Hydrangea paniculata limelight. Want zo heet deze pluimhortensia officieel. Het is wel een van de allerbekendste pluimhortensia's. Ook een van de allermooiste. Ik gebruik hem zelf ook heel veel in mijn tuinen. Wat is nou het voordeel van een pluimhortensia ten opzichte eigenlijk van alle andere hortensia's? Hij is gewoon super sterk. Als jij ergens op platteland woont of aan zee, gewoon plekken met veel wind, je krijgt storm, hij waait scheef, gaat gelijk weer rechtop zodra de wind weg is. Ook met harde regens, gaat een klein beetje scheef, volgens droogt hij op en blijft staan. Dat is iets heel anders dan die hortensia Annabel bijvoorbeeld. Nou, de pluimhortensia is heel eenvoudig te snoeien. Kijk, als er nou tijdens de zomermaanden eens een keer een gebroken tak in zit, dan knippen we dat gewoon weg, hè? Daar gaan we niet over twijfelen. Gewoon doen. Daarna moet ik zeggen, is het in het voorjaar dat die dan echt aan de beurt is. Wat je gaat doen, je knipt de twijgen ongeveer voor de helft af, grofweg. Ja, ik zal nu niet te veel doen, daar hou ik niks meer over. De pluimhortensia wordt ongeveer 1,20, 1,40 hoog. Die kort je dus in tot twijgen van 1,40 cm. Maar dat doe je pas in het voorjaar. Als resultaat krijg je dit. Een waanzinnig mooi plant. Nooit ziek, zwak of misselijk. Dus als je een klein plekje in de tuin hebt, neem er eens een mee. Moet je gewoon eens voelen hoe sterk zo'n twijg is. Dat is echt niet normaal. Dat is toch een superplant.